Dank Luide Café, dan donderen we. Ja, dan doen we het gewoon op de volgorde. Dat is misschien het makkelijkste. Ja, begin nog maar. Oh ja. Vorige keer zagen we dat er flink geoefend werd voor het strijkfestival. Voor een orkest als Andor is dat natuurlijk gewoon bijzonder lastig. Ik heb nog nooit een werk meegemaakt. Nou, ik denk, joh, dat is voor mij stukken eruit gewoon niet te spelen. Want als het voor hem zo makkelijk zou zijn, dan was het misschien voor ons ook niet zo moeilijk. Vandaag is het zover. Het is de dag van het Streekfestival. Alle muziekverenigingen uit het land van Heusden en Altena komen bij elkaar om hun muzikale kwaliteiten te laten beoordelen. Een muzikale ontmoeting, zo zou je het best kunnen omschrijven. We hebben hier orkest, ieder dorp heeft zijn eigen orkest. En om die nou eens een dag in een of andere locatie hier bij elkaar te brengen en dat ze allemaal kunnen laten horen wat ze kunnen. En dat gebeurt al 43 jaar. Een muzikale ontmoeting in de regio. Het is zeg maar een vriendschappelijke thuiswedstrijd. Want er valt wel degelijk iets te winnen. De felbegeerde Altena Cup. Wat hier te winnen is, is een ontzettend grote wisselbeker. En het orkest wat vandaag de meeste punten behaalt, krijgt die cup. Maar het kan heel goed zijn dat een orkest van de jeugdafdeling, omdat ze in klasses bejureerd worden, dat die met de cup er vandoor gaat. Onder het toeziend oog van een deskundige jury is het in sporthal De Iris in Nieuwendijk een hele dag een komen en gaan van orkestleden. Luisteren en beluisterd worden, daar gaat het om. Er is een jury bij zo'n streekfestival en die luistert en die beoordeelt en die geven adviezen van nou, dit zou je beter kunnen doen. Gewoon om dus het niveau, om de muzikanten, de dirigenten, het bestuur te helpen om het niveau omhoog te brengen. En wat ontzettend verrassend is, is dat de jeugd heel goed vertegenwoordigd is en ook van een zeer hoog niveau. Maar het is ook ontzettend leuk om te zien dat het nog zo leeft bij de jeugd, ondanks dat ze allerlei andere sporten en iPads en van alles hebben. Als we nou zien hoeveel ellende er vaak in dorpen en steden is. Ik denk, als ze muziek maken, dan maken ze geen rotzooi ergens anders. Hè. Het ochtendprogramma met de jeugd zit erop. De grote orkesten maken zich op voor hun optredens. Anders van Varenkorps zal vanmiddag na maanden repeteren Vita Eterna uitvoeren. Voor het eerst sinds jaren zonder dirigent Danny Oosterman. Ja, dat is altijd spannend, sowieso omdat het stuk nu voor het eerst uitgevoerd wordt. En nu met een andere dirigent is dat we gewend zijn. Dus dat, normaal gesproken bouw je een bepaalde spanning op. En of dat nu ook lukt, dat moet nog blijken. Ja. Op een aantal plekken zijn de secties niet altijd compleet geweest. Waardoor dat eigenlijk dan vandaag de eerste keer is dat de mensen allemaal met elkaar zitten. Als het even minder lukt, dan loopt het nog wel eens even... Ja, we gaan inspelen, dan loopt het wel eens wat uit de pas. Okay, maar je hebt het gehoord, wat gaan we doen? Hoppa. Je hebt een periode om in te spelen, dus dan is er gewoon een inspelruimte voor je gereserveerd. Wat wij dan dit jaar gedaan hebben, is gewoon sommige stukjes van het werk nog een paar keer doorgespeeld. En gewoon een beetje warm geblazen. En je krijgt altijd nog laatste tips en tools van de dirigent mee. Precies. Heel precies articuleren. En dan ben je klaar met inspelen en dan sta je eigenlijk allemaal in de gang te wachten voordat je de concertzaal in mag. En dan zit je en dan... Dan ga je ervoor met z'n allen. We hebben natuurlijk onder Danny hebben we, ja, bijna als we meededen, hadden we de goede kans om te winnen. En het was ook vaak zo. Ja, dat anderen denken, ja, als jullie meedoen hebben wij geen kans. Maar dat is natuurlijk, zo was het ook niet. Maar dat was wel dat het extra maakte. Dan denk je, ja... We gaan daar naartoe en we zijn altijd heel goed. We komen altijd heel goed voor de dag, hoe zal dat dit jaar zijn. Maar ik geloof niet dat wij, ik had zelf niet idee van dat we nou daar echt een reële kans zouden hebben om te winnen.
graag uw aandacht voor het Amos Fanfarekorps onder leiding van Floris van der Kooi. We gingen er goed doorheen, maar het was nog niet dat we echt heel goed muziek maakten. Dus het was meer de spanning die we dan erheen kwamen dan echt van nou, we zijn in staat om er muziek van te maken van het stuk. Ik had daar zoiets van, wat hebben we jou aangedaan? Om jou te vragen om dit te doen. Het was ook heel kort oefenen en het was zo heel moeilijk. Ja. Het is voor hem natuurlijk ook een hele onderneming, laten we wel wezen. Je moet in één keer je presenteren in de top. Maar zoveel tijd was er niet natuurlijk, hè? Want het was september en eind oktober moest je optreden. Natuurlijk willen we graag winnen, maar dat zit er niet in deze keer. Onze punten weet ik niet helemaal zo goed meer, maar in onze klasse zijn we derde geworden. Ja. Ja. Ik geloof niet dat er bij de fanfare iemand was die zei van nou, god, het is toch wel jammer dat we nou derde geworden zijn of in de topklasse als laatste zijn geëindigd, want heeft niemand zo ervaren. Het is een heel moeilijk stuk en ze zijn er echt heel goed doorheen gekomen. En er zijn natuurlijk nog wat punten waar ze verbetering op kunnen maken. En daarvoor gaan ze naar het festival. Waar staan we nu? En wat kunnen we nog verbeteren aan de hand van de juryrapporten? Hopen wij in ieder geval dat we ze daarin verder kunnen helpen. Maar het niveau was al behoorlijk hoog wat dat betreft. De cup zit er dit jaar niet in. Maar wie wint hem dan wel? Altijd applaus met 56. Een normale repetitieavond in de Buitenhof. Althans, zo lijkt het. Maar dat is het dus niet. Dan klaar de café, dan donderen we. Ja, dan doen we het gewoon op de volgorde. Dat is misschien het makkelijkste. Ja, beginnen maar. Oh ja. Joke en Berend zijn vandaag 50 jaar getrouwd. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Maar ja, als je een feest in Andor geeft, dan is de kans groot dat er altijd een paar fanfareleden tussen de gasten zitten. Mijn vader speelde al bij AFC. Mijn moeder en mijn vader waren allebei bij de drumband. Dit is mijn opa met al zijn broers. Mijn zusje speelt sax, saxofoon. Anders fanfarekorps is wel de rode draad door de familie, door het gezin. En ook vanavond is er wel een gelegenheidsorkest van AFC'ers. Joke komt uit Andel en zit al vanaf haar jeugd bij de fanfare. Toen was er nog geen één meisje aan. Toen waren het allemaal mannen. Toen vroeger, 60 jaar geleden. Toen was echt een mannenaangelegenheid. Al die jaren is Joke een trouw lid van AFC. Berend, haar man, weet na al die jaren niet beter. 'S maandags avonds, de witte is 'S maandags avonds repetitie. Dan zit ik altijd alleen natuurlijk. Hè? Ja, 50 jaar, dat moet er niet uitvlak. 50 jaar, smaandag, s'avonds, altijd alleen geweest. Hè? Ja, dat is altijd nog de muziek.
Al die jaren hebben ze veel land gehad en verkochten ze groenten en fruit in het dorp. 800 of hoeveel, wat zei jij? Dat is met aardappels dus eigenlijk een beetje begonnen. Maar in de winter, wat ik in de zomer af verdiende, dat at ik in de winter op. Dus ik ging erbij werken. Veel land is inmiddels verkocht. Maar ze hebben nog een klein stukje over. En iedere vrijdag verkopen ze nog groenten en fruit in hun eigen winkeltje. 2, 3. En 2 appels. Ja, ja, de winkeltje doen we al samen. Oogsten, dat doet Bernd nou op het moment zelf veel. En als het nodig is, dan plukt het mee. We gaan weer gewoon lekker Hollands eten. Ja. Het is wel gezellig. Ja. Blijf toch een beetje bezig en. En daar bij je. Ja hoor, dankjewel. Alsjeblieft. Doei. Gezellig. Vanavond is er een concert in Drunen. Ze doen mee aan Herfstwind. Een concertreeks waaraan verschillende orkesten deelnemen. Herfstwind is eigenlijk een organisatie. Die maken het mogelijk dat 2 orkesten een concert geven. In, dacht ik, hoofdzakelijk Gelderland in instantie. En nu was het eigenlijk voor het eerst om zo ook naar Noord-Brabant uit te waaieren. Ja, Herfstwind is eigenlijk een van de toppers in deze omgeving. AFC is er ook voor uitgenodigd en wij vonden dat prachtig. En we hebben daar denk ik ook een behoorlijk concert gegeven. Vanavond staat voor de laatste keer Vita Eterna op het programma. Dat is voor ons als orkest wel belangrijk, dat we gelegenheden hebben om ons te laten horen, om concerten te geven. Toch, dat we daar wat meer al kwamen in de richting van, nou, het is lastig, het is moeilijk, technisch moeilijk, maar het staat redelijk onder elkaar en we kunnen er al iets meer mee met een stuk. En dat was ook wat we aan Floris merkten. Er kan meer gebeuren dan alleen maar toeteren en zorgen dat de noten gerealiseerd worden. Natuurlijk, en de repetities moeten, hè, dan moet je plezier hebben. Maar het is toch wel leuk als je het dan kan laten horen van hoe mooi het is. Hoe mooi het kan zijn. En dat laten we graag van onze eigen aanhang horen, maar dan is het wel mooi als je zegt, nou hebben we zoveel inspanningen geleverd om zo ver te komen. En dan zit die zaal behoorlijk vol, of helemaal vol. Dat is echt, dat geeft dan toch wel een kick. Volgende week in Met de Muziek Mee wordt Sint-Nicolaas hartelijk ontvangen. Wij doen dat voor de ondernemersvereniging. Die zit op zaterdag altijd een beetje moeilijk met de winkels en zo. Dan zorgen wij dat alles op goede rolletjes loopt. Ja, mooi. Krulletjes. Ja. Oh ja.